zag je die jongen met die baard? Baard? Baarden zijn flink uit de mode, heb je het niet gelezen? Nee, maar ik vind mannen echt super sexy met baarden. Nou, ik vind het helemaal niks, maar we kunnen wel in Amsterdam vragen wat zij ervan vinden. Wat heb je een mooie baard? Dankjewel. Wist je dat baarden niet meer hip zijn? Nou, het gaat mij ook niet om het hippen, maar ik wist het niet. Ja, maar ik ben ook niet hip, dus dat maakt niet zoveel uit. Nou, ik vind u er best hip uitzien. Ja? Ja. Ja. Dankjewel. Als iedereen zegt baarden eraf, dan zal ik juist iemand zijn die de baard laat staan. Een baard? Ja of nee? Nee. Ik vind baard wel hip. Ik vind een man met een babyface, dat vind ik niks. Nou, ik vind een baard bij een man vind ik altijd wel mooi. Nou, ik vind baarden heel sexy. Dan zou ik wel een baard moeten hebben. Staat wel stoer, zo'n baard. Ja, vind ik wel, ja. Ik vind het wel een mannelijkheid uitstralen. Je zoon heeft wel een baard. Ja. En hij heeft zeker ook een mooie vriendin. Wie? Je zoon. Jij is getrouwd al. Maar wat voor baard wil je? Wil je stoppels of wat langer? Stoppels vind ik wel goed. Mag ook wat langer hoor, maar het is gewoon mannelijk. Niet te lang. Gewoon hier, een beetje kort. Het moet niet te lang. Ik hou niet van zo'n dik baard, dat vind ik niet leuk. Nee. En Celine, wat zeiden de mannen? De meningen waren heel erg verdeeld. En de vrouwen? Ja, eigenlijk ook. Dus eigenlijk kunnen we wel zeggen, baarden zijn tijdloos. Maar ik vind toch dat jij je baard moet laten staan. Ja, misschien.